Jeroen Spruit, vandaag 2-2 tegen Noordwijk. Kan jij leven met deze uitslag? Op basis van de eerste helft wel, denk ik. Toen vond ik Noordwijk veel beter. En op basis van de tweede helft denk ik dat wij misschien toch nog hadden kunnen winnen. Maar al met al 2-2 is denk ik wel redelijk terecht. Ja, het grote verschil tussen de eerste en tweede helft. De grote vraag is, hadden jullie zo niet in de eerste helft ook kunnen spelen? Ja, dat is eigenlijk altijd wat je wil. We hadden gewoon de eerste helft heel veel moeite met hun manier van druk zetten. Zet gelijk vast. Kwamen de voetballers echt niet onderuit. Niet dat hun heel veel meer kansen creëerden dan wij. Maar ik vond dat hun gewoon voetballend ietsje beter waren en iets meer de bovenliggende partij waren. Ja, het liefst doe je wat je de tweede helft laat zien, dat je dat ook de eerste helft doet. Maar ja, dat was helaas nog niet gelukt. Goed, in de tweede helft ben jij de man die de 1-1 scoort met een fantastische goal. Heb je zelf ook het gevoel dat hij er zo lekker en zo goed in zit? Ja, het was sowieso al een hele goede voorzet van Virgil Zelderust. Die hem echt goed aansneed. Ja, en ik was in de loop. En op het moment dat je hem raakt, weet je dat hij erin vliegt. Dus dat was wel inderdaad een lekkere goal, ja. Het is een hele bijzondere. Het is je 25e in je shirt bij Rijnsburgse Boys. Wel bijzonder dat je in het eerste drie seizoenen 12 keer scoort. En dit seizoen nu al 13 keer. Ja, het gaat lekker. Ja, ik hoop dat ik die lijn lekker door kan zetten. Ik had ook niet verwacht dat ik er nu op 13 zou staan. Maar dat gaat goed. Ja, over die lijn, ik keek net, de laatste 7 weken scoor je de ene week wel, andere wedstrijd niet. Dus als je die lijn doortrekt, ja, dan ga je scoren thuis tegen Quick Boys, Jeroen. Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk dat we eerst moeten kijken naar de treffers volgende week. En als iemand anders hem dan maakt, vind ik het ook prima. En als ik hem dan tegen Quick Boys maak, ben ik ook gelukkig. Hey, nog even terug naar de wedstrijd. Na jouw 1-1 kon het alle kanten op. Die tegentreffer van Noordwijk. Of een grote tegenvaller, denk ik. Ja, ik had echt op het moment dat toen wij die 1-1 maakten, had ik echt het gevoel van we gaan eroverheen en deze wordt van ons. Maar uit het niets komt die corner waar Van Staver helemaal vrij zat en die knikt hem goed binnen. Ja, toen maakten wij gelukkig snel weer de 2-2 met Delano, die de laatste weken er ook echt wel lekker in zit. Met volgens mij 4 goals in de laatste 5 wedstrijden. Ja, toen toch bij die 2-2 had ik nog steeds het gevoel van we gaan hem pakken. Nou, we hebben toch nog 2 goede mogelijkheden gehad. Nou, ja, helaas gingen die er niet in. Je zag echt die jacht op de winnende treffer. Is dat toch het gevoel van na die 5 overwinningen willen we gewoon niet stoppen? Ja, dat sowieso. Je wil altijd je serie doorzetten. Nou, gelukkig hebben we niet verloren. En je merkte ook toen wij die 2-2 maken dat het publiek er echt wel achter ging staan. En dat gaf ook echt wel weer extra kracht om te proberen om die 3-2 te maken. Nou ja, daar hebben we alles aan gedaan. Maar helaas bleef het bij 2-2. Ja, helaas, want dat zou de stapavond van vanavond extra leuk hebben gemaakt, hè? Ja, dat zou het extra leuk hebben gemaakt, zeker weten. Alhoewel we denk ook wel kunnen leven met een 2-2. Sowieso is het lekker als je gelijk speelt dan dat je verliest. Dus ik denk dat het wel een hele gezellige avond gaat worden. Ja, ja, jullie gaan naar Amsterdam, heb ik begrepen. Kneep je hem niet, want de laatste keren, als je een stapavond had, was dat altijd een nederlaag, hè? Ja, dat was volgens mij 3 jaar geleden of zo. Maar de laatste keer is sowieso wel lang geleden door corona. Maar nu is die toch wel een gelijkspel en geen verlies. Dus dat is wel lekker. Ja, niet te veel drinken, want volgende week moet je er staan, hè? Ja, gaat goed komen.